De fusie van de drie gemeenten Schijndel, Sint-Oederode en Veghel is een feit. Wij gaan vandaag op zoek naar een mogelijke naam voor deze nieuwe gemeente. In zover heb ik een idee dat ik vind dat het gewoon een helemaal nieuwe naam moet zijn. Ja. Want al die namen, dat zijn allemaal verbasteringen, dat wordt geen echte mooie naam. Dus zoek gewoon een hele nieuwe naam voor een mooie Brabantse gemeente. Enig idee? Nee, dus mijn zoon vroeg het gisteren nog, maar ik heb er nog niet over nagedacht. U heeft ook helemaal geen enkel idee? De Meierij. De Meierij. Gaat u meedoen aan de wedstrijd? Nee, want veel te moeilijke voorwaarden. Lijkt me vrij duidelijk. Dat moet gewoon mooi rooi worden. De andere gemeentes moeten zich gewoon schikken naar Sint-Oederode. Het mooiste dorp van alle drie. Het mooiste gebeuren hier. Dus ik zou zeggen mooi rooi. Nico, die Wetering, die had dus een mooie naam. De Graafschap de Rode of zoiets. Dat was wel een idee. Ik ben daar helemaal niet mee bezig. Niet meer bezig? Nee, helemaal niet. Maakt mij niks uit. Dus je vindt eigenlijk alles goed? Want het is natuurlijk Schijndel, Veghel en Sint-Oederode. En ja, als je nou vanuit de historie kijkt, Sint-Oederode is de enige die de stadsrechten heeft. Dus ik zou het toch aan de historie over willen laten en die mensen die daar enige kijk op hebben en dat een naam te geven. Want dat mag voor mij gerust Sint-Oederode gaan heten. Nee, daar ga ik niet aan meedoen. Ga je er ook niet over nadenken? Nee, daar ga ik maar ook niet over nadenken. Nee? Nee. U vindt eigenlijk alle nieuwe namen vindt u goed? Nee, ik vind de naam zoals ze nou zijn, vind ik goed. Ja, maar er zal toch een gemeentelijke fusienaam komen? Jammer. Ja.